NEC wint dus bij Fortuna. Dan is het de grote vraag wat de twee achtervolgers doen. En die speelden tegen elkaar. Nummer 2 Eindhoven op 9 punten van NEC nam het op tegen Roda JC. Op 12 punten van de koploper uit Nijmegen. Dit zijn de spelers van FC Eindhoven en Roda JC. Zij betreden de grond van een gemeente die nu nog Eindhoven heet, maar over een week Lampengat. FC Eindhoven. De ploeg die het beste deed na de winterstop. Tegen Roda, de ploeg die het slechtste deed na de winterstop. En dan te bedenken dat Roda... Eerst maar eens even naar opstellingen kijken. Dat Roda PSV notabene versloeg in de beker. Eindhoven zoals vorige week. Miguel Lopez is er niet bij. Roald van Hout is bijna fit, maar nu nog niet. Van der Hurk ook geschorst. Vandaar dat Boeren in de spits staat. En Bourdoux was hier meestal invaller in het begin van het seizoen. Heeft een basisplaats verworven. En Roda dan. Plat en Jacobs geblesseerd. En u kent het verhaal van Anko Jansen, die 6 wedstrijden kreeg voor vermeend spuwen naar de scheidsrechter tegen MVV. Die is in beroep gegaan. En daardoor kan hij maandag wel meedoen. Zo gaat het nu eenmaal. Als je in beroep gaat, mag je wel meedoen tegen Volendam. Biemans zou de pineut zijn geweest als Swinkels mocht meedoen. Om administratieve redenen doet hij niet mee. En daarom is Biemans er nog een keer bij. Mooi in de warming-up bij Eindhoven is te zien hoe ze daar posities zelf spelen. Op het scherpst van de snede. Gewoon in die 20 minuten voor de wedstrijd. Dit is de wedstrijd met Bourdoux. Jongen uit Fleron. Dat is een gehucht nabij Luik. Het barst hier van de Belgen. 11 Belgen op het veld. Deze paas haalt het net niet bij Van Hiefte. Durwaal komt er niet echt uit. Zo wel. Ntoko. Boeren. Schitterend gedaan. En nu is er ruimte voor de schilder. Alleen de Boeren loopt dusdanig dat de schilder die bal niet kwijt kan. En Verbist voorkomt erger. Stan Valks met Bril. Roda tankt vertrouwen. Is het vaakst aan de bal. Is vaker op de helft van Eindhoven dan andersom. Van Son. Boer is daar steeds helemaal alleen. Slegers komt nu helpen. Links van Slegers de schilder. Maar hij doet het zelf. Joey Slegers. De Messi uit Helmond. Jean-Paul de Jong. Kroonprins van het trainersgilde. Ooit, weet ik zeker, wordt die trainer in de gal gewaard. Giassi. Ja. Hij komt uit Ghanese ouders. Je moet eigenlijk zeggen Jesse. Hier is Boeren. Daar is Van Son. Dat is min of meer toevallig. Hij kapt en hij kapt. En Ramos heeft geen idee waar die bal heen ging. Maar raakt hem iets wat gelukkig. En daar houdt de aanval mee op. Ramos, Biemans mee naar voren. Maar voorlopig komt die bal niet hoog. Gunst komt weg. Daarna even Slegers. Jesse. Hey, daar is Toeter Jan. Toeter Jan kijkt op de telefoon of er al iets over hem gezegd is bij Fox. Ja, net waar die was. Hij begint zo met toeteren. Lagorire. Cecilia. En daar loopt nu Jesse. Goed het lijf gebruikt om voor Gunst te komen. En Paulussen. En Trost springt bijkans uit zijn vel. Want zoveel kansen creëert Roda niet. Dit is er eentje.
gunst gooit. Slegers kan schieten. Verbist. Stond goed. Een droomvolley mogelijkheid voor Slegers. Van Hiefte. Zo. Hij daalde te laat. Maar zou wel tussen de palen zijn gegaan. 0-0. Een schaakspel. Op een licht bevroren kunstmat. Geen doelpunten aan de Aalsterweg in het Jan Lauwersstadion. Tweede helft. Geen wissels en heel veel verandering in de aanpak is er eigenlijk niet bij Eindhoven. Sinds de constatering dat Roda het aardig onder controle heeft. Roda doet niet veel, houdt alles goed dicht. Dat is al een hele verbetering. En ze nu dan een plaagstoot. Paulussen draait en draait. En krijgt hier een kans en moet hem maken. En dat doet hij. Helemaal zelf gedaan. Langs die twee verdedigers. Hij draait ze dol. Eerder heel snel een beetje wild overgeschoten in de eerste helft. Kijk hoe hij dit doet. Gunst kwijt. Toko kwijt. Iedereen kwijt. En Roda leidt met 0-1. Roda richt zich op in Eindhoven. Cecilia. Jesse. Paulussen. Valt bijna over van de bomen. Jesse. Daar komen ze weer. Roda. Bijna op 2-0. Van Hiefte. En 0-2. Die bal in het doel gelopen door Biemans. Of zat hij er al in door Van Hiefte? Van Hiefte loopt daar vrij. Van Son is hem kwijt. En ik denk dat het gewoon Van Hiefte is die bal over de lijn kopt. Voor mij maakt het niet uit hoor, Biemans of Van Hiefte. Het is 0-2. Ja, Durwaal. Torino, Hunte, geeft door. Hier is een toko met zijn voorzet, Slegers. Verwiest had kijk op die bal. Maar individueel blijft de Eindhovense aanval onder de maat. Heel weinig initiatief, weinig acties. Nieveld. Hunte probeert te hakken. Van Peppe had dat door. Speelde een uitstekende wedstrijd. Art van Peppe. Jesse, die ook trouwens. Kijk eens hoe hij hem pan klaarlegt. En zo moet het 0-3 worden. Cecilia. Cecilia moet misschien toch wat meer haar laten staan. Dan kan hij die bal meer richting geven. Oeh, wat is dit een slechte paas van Beekmans. Laguerre. Daarna verdedigt Beekmans wel weer goed. Dit is ook mooi van de Bomen. Branko van de Bomen. Van RKVVO uit Oerlen. Beekmans geeft een assist aan Dijkhuizen. Die is van Roda. Hens, ja, denk ik ook. Van een toko die de bal op zijn bovenarm lijkt te krijgen. Slegers. Dat is hard. Maar past wel. En Hunte kan ervan profiteren van Son Volley. Dat had er moeten zijn. Dan hadden ze nog een kwartier gehad. Op zoek naar een gelijkmaker. We krijgen nu de tamelijk unieke situatie. Dat twee broers de aanval van Roda gaan flankeren. Edwin Jesse op links. Zijn broer Raymond, die is volgens mij 2 jaar jonger, op rechts. En dan hebben ze dus nog 5 broers samen. En een zus, en die zijn er vanavond niet. Branko van de Bomen. Van Son. Karg.
Krijgt een tikje. Hunten tussen station. Van de Bomen. Wie kopt hem binnen? Nou, Hunten had dat moeten zijn. Twee keer van Son. Eén keer in de eerste helft. Eén keer vijf minuten geleden. En nu Torino Hunten. Dat zijn de drie kansen die Eindhoven gecreëerd heeft. Dat is vrij weinig. Te weinig creativiteit. Slegers met de borst. Doet Boeren dat. En die schiet hij. Dan willen ze een penalty. Cecilia neemt die bal heel mooi mee. Is daardoor een toko kwijt. Maar heeft dan last van slipgevaar. Op het moment dat hij die bal naar rechts wil kappen. Dit zou een hensbal zijn geweest. Ja, ja, het is tegen de hand. Maar naar het oordeel van Bas Nijhuis onvrijwillig. Van de Bomen door de benen van Montijn. Maar die heeft nu al de bal weer. De Moesje. Raymond Jesse. Hunten zat daartussen. Moet nu ineens verdedigen, want daar is die andere Jesse. Hier komt hij hoor. Edwin Jesse. 0-3. Nee. De Moesje. Nee. En hij staat buitenspel. De gebroeders Jesse bestormen het doel van Eindhoven voor de derde treffer. Het is de familie niet gegund. Het is op 6 februari dat Roda zich opricht na drie successieve nederlagen. En dat ze weer eens winnen. En dat doen ze van de nummer 2. Eindhoven moet even een stapje terug doen. Ik bedoel, we hebben een heel moeilijke periode achter de rug. Voor onze achterban zeker, denk ik. Twee cruciale wedstrijden, hè, in de streken die we verloren hebben. Doet pijn bij hun, deed pijn bij ons denk ik ook. Ja, en dan is maar één manier om daaruit te komen. Is hard werken en voor elkaar door het vuur gaan. En ik denk dat we dat vandaag geprobeerd hebben en ook getoond hebben. Er is nogal wat gebeurd. En zeker in het Limburgse. Je verliest twee derbies. Ja, dat tikt wel dubbel zo zwaar aan hoor. Dus hadden best wel moeite om dit om te zetten. Maar goed, uiteindelijk weet je toch die energie weer te vinden. Ik zelf ook. Om vooral met een plan te komen. Gewoon vandaag hadden we echt een plan. En dat plan dat is prima uit. Dat is prima zo gelopen zoals ze het wilden. En dat heeft zo'n groep die op dat moment het moeilijk heeft ook nodig. Ja, dat hebben we goed uitgelegd, goed met elkaar besproken. Dat we het zo zouden doen. Nou ja, goed, en als je het dan ook zo kunt uitvoeren en als het dan ook succes heeft, ja, dan is dat heel prettig. Maar ik kan niet zeggen dat we vorige week dat ik dat vorige week al voorzien had. Dat moet ik eerlijk zijn, dat is niet zo. Maar je hebt dit wel een keer nodig. Dus wie weet is dit een grote ommekeer die we nodig hebben. Hebben jullie dat vaker samengespeeld? Dit is echt de eerste keer. We hebben in de jeugd bij AZ hebben we wel samen getraind. Maar het is echt de eerste wedstrijd samen van ons twee. Uniek, hè? Ja, het is echt uniek. Het is een droom die uitkomt voor ons. Ja, het is zuur. Maar wij werken weer door naar maandag. Je blijft boven Roda. Ja, schrale troost.